Hallo allemaal, ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een mochoe dessertje kan maken. Dit heb je allemaal nodig om het dessertje te maken. Je hebt ook bevroren fruit nodig, maar dat laat ik nog even in de vriezer zetten, want dat heb ik als laatste nodig. Maar wat ik dus nodig heb is 200 gram mochoe kaas, 1 theelepel citroensap, 5 of 6 glaasjes, 150 gram speculooskoekjes, 1 buisje vanille-extract, 4 eetlepels kandijsuiker, 250 ml room, een mixer, een kom, een theelepel en een eetlepel. En als extraatje kan je ook nog verse frambozen gebruiken of blauwe bessen, maar dat hoeft niet per se. Je hebt ook een pannetje nodig die op het vuur kan om het bevroren fruit te laten smelten. Wat ik als eerste ga doen is 150 gram speculaaskoekjes verkruimelen. Als de speculoos helemaal verkruimeld is, dan gaan we het in de glaasjes doen. Je vult een bodempje met speculoos. Zoals je kan zien hebben we nu alle glaasjes een speculooslaagje. Nu gaan we het middelste laagje maken. Dit heb je allemaal nodig voor het volgende laagje. Allereerst ga ik de mochoe kaas in de kom doen. En dat ga ik luchtig loskloppen. Zo moet het eruit zien, dus dit is nu luchtig opgeklopt. Nu dat de kaas goed opgeklopt is, ga ik de room erbij toevoegen. Ik doe ook de vanille-extract erbij. Dan doe ik er ook nog 1 theelepel citroensap in. En als laatste 4 eetlepels bruine suiker. Nu ga ik alles mixen tot een romig beslag. Voilà, zo hoort het eruit te zien. Het kan zijn dat het nog vloeibaar is, maar dan moet je nog verder mixen. Als het mengsel goed opgeklopt is, dan verdeel je het mengsel onder de 5 glaasjes. Alle glaasjes zijn opgevuld zoals je kan zien en nu gaan we de laatste laag maken. Maar voordat we de laatste laag gaan maken, ga ik even de glaasjes in de frigo zetten. Voor het fruitlaagje heb je een pannetje nodig en natuurlijk het bevroren fruit. Ik doe het een beetje op gevoel. Ik denk dat dit wel genoeg is en dan doe ik er een beetje water bij en wat suiker. Zet het vuur aan op een laag standje en laat het een beetje koken. Hou je pannetje goed in de gaten en roer het regelmatig. Het mag niet aanbranden. Zo hoort het eruit te zien. Ik zet nu het vuur uit en laat het even 5 minuten afkoelen en daarna ga ik het in de glaasjes gieten. Als je fruit wat afgekoeld is, kan je de glaasjes er weer bij nemen en dan de glaasjes opvullen. Voilà, alles is klaar. En nu heb ik ook nog een paar verse frambozen uit de tuin geplukt. En dan leg ik die daar gewoon op als extraatje. En dan is alles klaar. En dan kan je er zelf voor kiezen om hem nu al op te eten. Of je kan hem nog even in de frigo zetten en later opeten. En het blijft ook wel een paar dagen goed. Dus je kan het ook nog bewaren. Dus zo maak je mochoe dessertjes. Zo maak je dus mochoe dessertjes. Ik hoop dat jullie het ook eens gaan maken, want het is heel lekker.